Welkom aan alle vissen. Welkom voor jullie maandelijkse horoscoop voor het teken vissen. Voor de maand november 2014, wat hebben de planeten in petto voor de vissen? Wel, de planeet Mars, dat is de planeet van actie, de planeet van waar je je energie wil plaatsen. Of de planeet van nieuwe zaken starten of nieuwe projecten opstarten. Die planeet Mars bevindt zich nu in het teken steenbok. En steenbok is aarde, vissen is water, dus dat gaat goed samen, die twee energieën. En die planeet Mars die zal gedurende de ganse maand november zich bevinden in het 11e huis. Dus heel hoog in je horoscoop. En wat is het 11e huis? Die huizen noemen wij levensgebieden. En het 11e huis is een van de leukste levensgebieden. Dat is het huis van de vrienden. En ook het huis van hoop. Hoop doet leven. En normaal gezien vissen, dat is een teken die normaal gezien geen moeite heeft met geloof. En geloof in een goede afloop. Maar deze hoop waar ik het over heb, is eigenlijk eerder voor naar de toekomst toe bepaalde plannen te bedenken, die je dan ook stapje per stapje gaat uitvoeren. Dus met andere woorden, november is een goede maand om plannen te maken. Het is misschien vroeg, het is nog niet januari, of meestal doen de mensen dat in december. Maar voor jullie vissen is het ideaal om er nu al aan te beginnen. Om al te beginnen aan wat zijn je plannen voor de toekomst. Want het 11e huis is het huis van de toekomst. En praat daar misschien over met je vrienden. Het 11e huis is ook het huis van de vrienden. Of wees actief met je vrienden. Jij zal waarschijnlijk met betrekking tot je vrienden misschien een leiderschapsrol nemen. Of toch in ieder geval de intentie op de eerste zet plaatsen om terug bij elkaar te komen en leuke dingen te gaan doen. Dus Mars is activiteit, dus veel activiteit in dat levensgebied waar ik het net over had. Wat helemaal niet slecht is voor de vissen. Geniet ervan, profiteer om nieuwe doelstellingen te plaatsen en om die dan in de volgende maanden ook te realiseren. Bedankt voor het kijken en tot volgende maand. Dag!